Gewoon de rest van de avond eigenlijk gewoon chillen. En oh ja, Gamersnet t-shirt. Koop hem. ts.gamersnet.nl. Nee, dat is de teamspeak. Oh, let's go. Store.gamersnet. Hoe run je in vredesnaam een gaming website? Met eigen programma's. Heel veel persstrips. En onnoemelijk veel games te spelen. Je ziet het iedere maandag in de Gamersnet Vlogs. Ja, nou Tom, leg eens even uit hoe spontaan dit ontstond. Dit ontstond toen ik bij Monica hier aan het beatsen was voor een code voor Quantum Break. Toen zei ze van, hey! Ik heb nog meer, ik heb gewoon een vrachtwagen. Ja, ik heb een caravan van Quantum Break, wil je die anders hebben? Dus ik zei, ah ja, op zich. Ja, het is niet zomaar een caravan, het is een Airstream. Echt zo'n Amerikaanse bus. Super ja. Vet. Oké, okay, nou daar komt hij. Dus we hebben allemaal bezoekers uitgenodigd. Die staan er allemaal. En we gaan nu allemaal Quantum Break spelen. Maar dit was echt in 2 dagen geregeld. Dus ik ben nog blij dat er zoveel mensen zijn. Nee, jongens, dit is er van binnen. Ze hebben hem nu helemaal klaargemaakt. Kijk hoe mooi deze bus is. Er staat ook iemand van Xbox bij. Yay. Kijk, hebben we hier allemaal stations waar we kunnen gamen. En hebben ze hier, en dat is eigenlijk een beetje het hoofdpunt, dat is natuurlijk de bank. En oh, dan ga ik dan een beetje kijken hoe die jongens gamen. Kom maar bij hoor! Nee. Oh, dan blijven ze allemaal. Ja, dit wordt echt... We gaan een beetje game spelen. Oh, ja, dips op die plek. Nee, vanaf nu. Nice toch? Zo even, daar is gewoon geen interview. Chill. Oh, dikke subwoofers hier, man. Vissen! Ja, de Call of Duty bus, maar dan knusser. Ja. Kleren uit. Zitten. Alweer? Yo, de Quantum Break Caravan. En achter mijn hoofd zit Thomas. Wacht, hoe moet ik? Ik ben heel slecht. Eww, dat is Thomas. Yo, die zit ook gewoon een keer in de video. En wie hebben we nog meer? Mark. En, ja, maar het is, ik moet even kijken. Mark, die zit Koen. Koen zit helemaal in de game opgelost. Die grote jongen die ken ik niet. En die daarachter, die met die krullen, die is ook een zwerver. En jongen Bas, die speelt de PC-versie van Quantum Break. Die heeft nog geen fucking woord gezegd. Ja. Die zit helemaal in die game. Volgens mij heeft hij hem uitgespeeld. Ja, af en toe doet hij een beetje alsof hij Caesar is gewoon. Hoe is de game? Ja, lekker. Nou, dat is het eerste wat hij vandaag heeft gezegd. En dat is waarschijnlijk ook wat hij straks zegt als hij de pizza eet. Want we doen straks een pizza. Maar check gewoon even de hele... Hoe... Oh man, ik wil hier wonen. Hij was van de buitenkant al heel ruig, maar ik wil gewoon zo... Gewoon de rest van de avond eigenlijk gewoon chillen. En oh ja, Gamersnet t-shirt. Koop hem. ts.gamersnet.nl. Nee, dat is de teamspeak. Oh, let's go. Store.gamersnet.nl. Nice, Thomas. Allebei, moet je allebei aangenomen, kijken. Aangenomen. Dat is de helpdesk. Druk 1 om een Gamersnet t-shirt te bestellen. Ja, ik heb een klein scheurtje in mijn t-shirt. Store.gamersnet.nl. En gewoon gamers.nl. Nee, het is allemaal vet door die shirts en zo. Allemaal lachen, maar je moet ze ook allemaal nog versturen. Dus ik ben nou een kwartier en 4 enveloppen verder. Dat zijn de eerste 4 van de 40. En hier liggen alle shirts. Dus het is de eerste keer even veel werk. En daarna wordt als het goed is af en toe wat besteld. En dan is het te behappen. Maar ik moet hier nog even doorheen. Dat is een hele stapel hier. Maar wel vet. Jongens, goedemorgen. Het is heel vroeg. Tenminste, voor mij was het 6 uur. Voor Marcel was het... 10:08. Het is 5:30 voor mij trouwens. Wat de fok. Voor hem was het 7:50. Want we zitten in 4 uur. Voor mij om de hoek. Ja, het is in Eindhoven. Hè. Dat is die bioscoop waar ze al die e-sport dingen doen. En ze doen ook, dat is echt helemaal nieuw, films. Ja. Ik zag buiten dat ze iets met Batman en Superman. Nou, het is echt totale chaos. Ja, hier. Jeetje. Ja. Allemaal achter thuis. Atmos 3D zag ik. Dacht nou... Oké. Okay. Maar goed, we zijn niet voor niks. Vannacht om 4 uur was de Final Fantasy 15 reveal. En nu hebben ze iets georganiseerd. Ja, wij gaan eigenlijk de review nog een keer zien. Ja. Maar dan in de bioscoop. En met ontbijt. Met ontbijt. Dus ja, we hebben net een kop koffie op, want dat is mijn ontbijt. Want ik live de LA lifestyle. Dus ik kom bij de koffie. En we gaan, want ik heb ook vannacht niet gezien. Ik heb ook nog geen nieuws gecheckt. Ik ook niet, helemaal niet. Speciaal niet gedaan voor dit. Ik zie wel dat de demo hier gewoon al speelbaar is. Die zul je ook al wel PlayStation kunnen spelen nu. Dat zullen ze wel direct online hebben. Ja, ik denk het. Ja, dat klopt ja. Ja. Ik heb al mensen die hem gespeeld hebben. Oké, okay, leuk. En dan gaan we nu kijken in de bioscoop. Nou, hartstikke leuk. Hebben Marcel en ik ook weer een leuk uitje. Yay. Hartstikke gezellig.
Jas uit? Ja, hij is uit. Mooi. Hartstikke goed. Dat loopt al. Er zijn allemaal mensen hier de demo aan het spelen. Die kon je gelijk spelen nadat de persconferentie was. Net was de persconferentie. Jij was niet wakker gebleven vannacht? Vannacht? Nee. Je had hem nog niet gezien. Nee, ik wilde geen spoilers. Nee. Ik bewaar alles tot vanochtend. Ja, het was maar 3 uurtjes later of zo. Dat waren 4 uurtjes later. Ja. Maar anyhow, ongelooflijk vette persconferentie. Zo gaaf. Ik moet zeggen, ik ben groot fan van Fallout en ik was bij de Fallout persconferentie in juni. Dat vond ik de beste persconferentie, maar ik moet zeggen... Deze is beter. Nou, het komt in ieder geval wel in de buurt. Okay. Het komt zeker in de buurt. De muziek, de sfeer, de ambiance... Nou, en het aantal aankondigingen. Dat bam, ook. Bam, bam, bam. 15. Ja. Jezus. Ja, wij wachten op de Joop van den Ende productie van Final Fantasy, want de musical is eigenlijk het volgende stapje. Wat, alleen, het is eens wat nog ontbreekt. Gewoon een musical. Musical. Ha, ik heb een enorme laatste fantasie. Maar wat hebben ze aangekondigd? Ze hebben aangekondigd dat er een film gaat komen, er gaat een anime komen. Een minigame wordt uitgebracht voor op je telefoon voordat de spel uitkomt. De pre-orders, de Audi R8. Ja, die ik heb ik gepre-orderd. Ja, die heb jij op zitten weer. Ja, zeker. Ik kan een tuk-tuk meevoeren. Ja. Maar het was super vet. Echt, en vooral de film. Ik heb heel veel zin in de film. Ja. De anime van ik net hebben we de eerste aflevering van gezien. Vond ik wel kort. Ja, was een beetje kort. Maar ja. Hè, laten we eerlijk zijn. Ja, het is gratis. Voor het spel en het is gratis. Het is gratis. Het is allemaal niet, hè? Ja, daarom is ook zo. Ja. Ik was echt heel erg impressed van Final Fantasy. Zeker. Ja. Okay. Nou, prima. Mooie summer. Ja. Wat gaan we nu doen? Koffie drinken. Nice.